Waar heb je last van, het meest? De buitenkant. De buitenkant. Oké, van 0 tot 10? Ongeveer. 7 toch wel? Oké. Wil je zelf kloppen of wil je dat ik op jou klop? Leuk gedaan. Dat is leuk, hè? Nou ja. Wat voor soort pijn is het? Is het stekend of is het continu? Of hoe kan je het omschrijven? Of beschrijven? Zeurende pijn. Zeurende pijn, oké. Dan. Een beetje alsof het... beurs. Beurs. Dus ondanks mijn zeurende beurzenpijn aan de linkerkant van mijn bovenbeen... Zeurende beurzenpijn aan de linkerkant van mijn bovenbeen... Accepteer ik mezelf volledig. Accepteer ik mezelf volledig. Goed zo. Beurzen zeurende pijn. 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 Aan mijn win. Heel spannend. Waar is hij nu? Zit hij nog daar? Ja, hij zit nog daar. Maar? Ja, volgens mij gleed hij niet zomaar uit. Als jij klapt, doe jij rechts? Hoe klap jij? Geef je applaus? Oké, applaus. Oké. Even voor jullie allemaal. Als je met rechts klapt, zeg maar, dan is de linkerkant qua gewrichten en botten en zo, is moeder-kind. Dus dat heeft dan te maken met je moeder of je kinderen. De rechterkant is alles behalve, dus voor mij is het dit. Ik zal het even bij jou doen. Dus bij jou, hij klapt andersom. Dus links is moeder-kind kant. En rechts is alles... rechts is moeder-kind kant. Ik wist wel goed, maar ik zei het verkeerd. En voor de links is alles behalve moeder-kind. Dat kan zijn werk. vrienden, partner. Maakt niet uit wat, maar geen moeder-kind. Het feit dat hij eraan denkt, heeft het waarschijnlijk met iets te maken. Is er iets wat je denkt van, het zou wel kunnen? Hij is letterlijk gewoon... onderuit gegaan. Nou, we hebben heel veel gezegden in ons, weet je wel. Galspuwen, zwaar op de maag, iemand op de hielen zitten. Die gezegdes hebben we niet voor niets. Vaak heeft het gewoon te maken met echt hoe het is en hoe het voelt. En te maken, zet die andere, negatieve emotie. Dus doet het je aan iets denken, de linkerkant? Waaraan? Nou, werk. Het gevoel van, ik wil iets, maar... Lukt het lukt niet. En ik heb de ruimte niet om te doen. Ik doe, ja, oké. Okay. Dus dat klopt gelijk. Vaak als je een verhaaltje vertelt, kan je ook gewoon gelijk kloppen. Dan kan het gelijk mee. Dus ondanks dat je met je werk verder wilt, maar je komt niet verder, zit het vast in mijn linkerbovenbeen. Doet het zeer in mijn... Zeurderig. Ook nog zeurderig. Werk zeurt ook. Van de zeur. Accepteer ik mezelf volledig? Accepteer ik mezelf volledig. Zit je er nog in? Oké. Okay. Dus goed namelijk als je goed eigenlijk in de stress. Hoe beter in de stress, vandaar ook hoe beter huilen, whatever, hoe beter het is. Mijn zeurderige, pijnlijke linkerbovenbeen. Hoe is het met je linkerbovenbeen? Die voel je niet meer. Oké. Okay. Hoe is het met je werk? Als je eraan denkt? Nou, het is wel ietsjes minder dan daarnet. Maar van 0 tot 10, waar zit je? 7. Oké. Okay. We gaan even verder met werk. Dus zo zie je maar weer dat... 1, dat het ook samenhangt, want het iets anders komt naar boven. Hele koude handen. Weet ik niet. Ondanks mijn koude handen. Ondanks mijn koude handen. En mijn werk waar ik niet in verder kom. En mijn werk waar ik niet in verder kom. Accepteer ik mezelf volledig. Koude handen. Koude handen. Mijn koude handen. Mijn koude handen. Hoe is mijn heup? Of bovenbeen? Die is weg. Oké. Okay. Vink. Oké. Okay. Hoe is mijn werk? Zesje. Oké, okay, dus dan zak je iets naar beneden. En, wat? Ja. Komt er iets anders naar boven? We zeggen onbestemd wat? Iets van het moet tussen nu en het einde gebeuren. En dat is nog 20 jaar. Pak weg. Zoiets. En wat doet dat met je? Welke emotie zit daar?
Doe maar even je ogen dicht. Vechten. Vechten. Oké. Okay. Ondanks mijn onmacht. Ondanks mijn onmacht. Want ik moet vechten. Ik heb nog 20 jaar. Ik heb nog 20 jaar. Voor mijn einde. Voor mijn einde. Voor mijn pensioen. Voor mijn pensioen. Ik accepteer mezelf volledig. Ik accepteer mezelf volledig. Mag nog 20 jaar. Mijn onmacht. Mijn onmacht. Stap maar even in dat stukje van einde. Onmacht, koude handen. Ja. Hoe is het met je koude handen? Koud. Koud. Zeven? Maar die onmacht is wel veranderd. Oh. Jij zei, ik heb nog maar 20 jaar. Toen zei ik mag nog 20 jaar. En dat is een gevoel van, oh, dat is best nog lang om het te elkaar. Ja, onmacht is van, het was, ja, daarvoor was het van, ik moet het nu doen. Ja. Het is wel 20 jaar, maar ik moet het nu doen. En nu heb je zo van, ja, oh, wacht even. 20 jaar, wacht even. Dat is eigenlijk best wel lang. Wil je hem killen? Gaat het los. Het is nog 20 jaar. Het is nog lang. Ja, en dan moet nog veel langer daarna. Ja. Kan nog veel langer daarna. Kan nog veel langer daarna. Ik sta er open voor. Ik sta er open voor. Laat het los. Helemaal. Hoe je been? Ja, daar heb ik helemaal geen last meer van. Waar dat gebleven is. Dat is echt. Toen ik hier naartoe liep, ik dacht, shit. Dat is toch erger dan je dacht, eigenlijk. Ja. Nou, stijf. Oh, we testen even of het stijf is. Ja, je zit hier. Bizar, hè? Het is echt... Dankjewel.